Zeg maar wel. Hey, 74,9 euro, hè? Hey. Hoe doen ze dat? Huh? Hoe dan? En dat hier, in Alk. Wij hadden 1,85. Nee, 95, toch? Ja, 1,95. Nee, nee, nee. 1,75,9. Nou, net bij Heemskerk was het 1,95,9. Ja. Bijna... Bijna twee, ja. Jongens, dat is... Kijk uit, hè, want ze willen ook wel eens van hier weer gelijk weer terugkomen, hè, dat weet je. Nee, maar ik denk, zeg het nu wel even. Ja, precies. Ja, maar deze die is er weer en zij weet niet... Kijk, dat is dus wat ik bedoel. Die rechtsaf, daar gaan we doorrijden. Tjongejongejonge. Oh, ga er alsjeblieft zo meteen weer achter weg. Rechtsaf, hè. Kom maar. Rij maar door. Gas, erop. Alsjeblieft, even voor die ram even knipperlichtje aandoen. Ja, ik vind het leuk om lekker mee te bemoeien. Heerlijk. Maar zoals ik dus nu film, zo komt het dus ook op een computer te staan. Dus ik hoef hem helemaal niet meer te draaien. Want waar ik... Een klein hoekje links. Ja, zo komt hij er gewoon ook op. Dus alles wat hier zit... is gewoon correct. Okay. Want hier heb je zo meteen mijn auto, deze. Ja. Nou, nee, niet. En die rijdt dus nu hier die kant op, dus het klopt. Heel raar dit. Ja, ik weet het. Kijk, want hier heb je nou een bord. Lantaarnpaal. Wat voor bord is dat? Nou, ik zal het even raden. Een verkeersbord. Nee, maar kijk, als je... Allemaal borden. Ja. Wil jij zo meteen weer wat drinken nog voordat we... Alsjeblieft. Geef maar mijn lekkere Frans, Duits. Dus ze spreekt af en toe Frans en af en toe Duits. Ja, een beetje Frans en een beetje Duits. Wat voor taal ze dan werkelijk spreekt? Ze spreekt gewoon Nederlands. Ja, waarschijnlijk wel. Dat ze een beetje Frans en een beetje Duits spreekt. Ja, maar waarschijnlijk. Maar heel goed Nederlands. Het is gewoon Nederlands. Twee honingen. Alsjeblieft, vreedzaam. Maar twee mil? Gooi je niet. Gooi je niet.
Wat zijn dat? Ik weet niet. Een schoen, ja. Dus dit is nog groen of blauw? Het is een blauw. Ja. En dat is roze. Roze ligt op de grondleuk. Oh, wauw. Oh, 1,749. Oh, autogas. Zo, dat is goedkoop. Zullen we op en op gas gaan dan? Maar kan dat trouwens ook, je auto op gas laten ombouwen? Dat is goedkoop. Dat is dan goedkoop rijden hoor. Nou, dan een tank erin, auto ombouwen. Ik zal dat Ron eens vragen. Ron, stel, en wij willen op en op gas gaan rijden. Hoeveel kost het ons dan? Dat is heel duur. Ja, het is hier 70 en je rijdt nog uit op ons. Ja, dat is samen 60 en 60 is. Ja, 138. Nou, goed. Wat zei je? Ik hoor je niet. Vertel, ik hoor je niet. Hè? Een beetje doof. Ja, ik ook. Ook niet. Het onderbord klopt niet. Dat is het. En want die is er niet. Oh, heerlijk. Oké, kunnen wij het winnen van een Mercedes? Het is opa die rijdt. Dat opa die rijdt. Die heeft wat vermogen aan de route. Nou, wij ook. Nee, wij niet. Wij ook. We hebben 54 kilowatt of zo, weet ik het. Ja, nou en dus? Dat is ietsje meer vermogen in. Ja, dus? En? Weer wat paarden meer in. Nou, gassen, kom, nee, drie. Nee, ze gaan daar al gaan. Nou, dat is niet leuk. Rijk was hier tot de middenstreep. Ja, dan rijk door. Ja, is goed. Ja? Ja, is goed. Ga ik straks doen. Ja, is goed. In 3, 2, 1. Ja. Kakzooi. Groente, die kan je eten. Je wil optrekken, maar slaat af. Dat is je er nooit zo overkomen. Dat is je er nooit zo overkomen. Nee, je raakt dat onderaan die open daar. Ja, handig hè. En de plaat is los. Wat is bakzooi? Vertel het eens. Bakzooi, en dat is een groente, die kan je wokken en dan kan je lekker eten. Waar komt die vandaan? Dat weet ik niet. Van het land natuurlijk. Uit dat grond. Dus, uit de grond, ja, de. Uit een klein zaadje. Die zet je in de grond en dan gaat het groeien. Ja, en net als je lul als je stijf wordt. Dat is geen zaad. Ja, maar dan kan wel zaadjes uitkomen. Ja, maar je gaat niet in de grond. Oh, wow. Dat is een citroenzaadje in de grond. Krijg je een pakzooi eruit? Dan denk het niet. Ja. Ja. Gaat het dan lopen? Bij ons niks. Ik heb het warm. Nee, ik heb het hier warm. Ja, ik zou wat kouder zetten. Mevrouw, neukt u wel eens? Is dit voor taal? Ja. Aan je mond spoelen met zeep. Ja, met groene zeep. Nee, met bruine zeep natuurlijk. Nee, met bruine suiker bedoel je. Dan kun je wel je mond niet mee spoelen. Nee, daarom juist, dat is leuk. Gewoon een beetje water met suiker erin. Goed roeren, dan heb je het ruim. Suikerwater, dan kun je mee spoelen. Bruine zeep. Ja. Uw veter is los. Kijk dan nog.
veto zit fout. Godzijdank. Meneer, u staat stil te wachten voor het verkeerslicht. Zo.
heet Excel. Ja. Zeg je Excel. Rekenprogramma dat in Essel. Ja. Ja. Wat bij Microsoft. Ja. Garden of Steel. Nou, ik ga even in de Gardens even hier stelen, mag dat? Ja, Gardens of Steel. Ja, hebben jullie hier Gardens gaan stelen? Klein en klein kuthuis dit zeg. Zou je toch niet bewonen? Kuthuis. Hè? Drie keer was met z'n ruimte. Mijn beeldprogramma dat ik kort zag uitkijken. Ja. Dat is een ander beeldprogramma. Ja. Met de e-post. Oh. Dat is handig, toch? Ja. Ja. Vroeger had ik een e-post mail aan het creëren. Nee, jawel. En die heb ik nog wel. Heb je nog wel? Gebruik gemaakt. Hè? Gebruik gemaakt. Dus met een C en dan een streepje en dan mijn achternaam. Nee, maar ik had hem. Niet jou, niet van mij. Dat is ook niet fijn staan hier. Dat is ook niet fijn staan. Dat is ook een 30. 30. En hier 80. Oh nee, dat is daar verderop. Ja, maar hier is ook dat. Ja, het is deze hele weg 80. Ja. Ik sta met z'n tweeën, bent mag ik dan 160. Maar alsnog snap ik het niet, hè. Nee. Dat jij die kop... Dit en dit. Ik snap het niet. Nee, ik ook niet. Hoe krijg je het voor elkaar om nog met 70, 80, weet ik veel, daarop op te gaan rijden? Ik kan het er niet in mijn kop erbij. 70. Ik snap het niet. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, hij kon rijden. Hij had een rijbewijs. Ja, maar de koekoek. Hij had een rijbewijs. Hij reed alleen zo vaak auto. Nee. Wel vrachtwagentjes, maar geen auto's. Nee, maar alsnog. En dan reed hij wel automaat, maar ik snap dat niet. Hoe dan? Ik ook niet, maar dan nog een hele. Ik wil dat dus wel proberen als jij dat vannacht zo doet en dan toch eruit trekt. Zelf. Dan kan je hier een probleem. Hoe dan? Ik zou gewoon de grote snelheid winnen, zeg maar. Ja, maar hoe maar. Trek hem eruit dan? Dat trek maar eruit, trek maar eruit. Nee, dat ja, vind ik echt. Eruit, kijk zo. Oké. Okay. Ja, hier zou ik eruit trekken, hè? Ja. Dat je even op gas blijven geven. Ja, ik snap dat niet, sorry. Ik kan daar met mijn pet niet bij. Het is ook niet te snappen. Ik doe dat nog niet eens. Dan denk ik dat is een benorretje op zijn plaats, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld, weet je. Ja. Voor degene die het weet wat een benor is, is een bijzondere naam van de rijvaardigheden. CBS, bepaalde cursus. Mag je zelf voor betalen, kun je opgelegd krijgen door de politie, weet ik het. Door de overheidsinstantie. Overheidsinstanties in het algemeen. Waardoor je huisarts, ja. Die zegt aan de en rij je hier wel eens vaak op de N9 of nooit, kijk dan uit even deze camera die hier nu in beeld verschijnt. Ja. En dat is dan 3 kilometer lang. 3 kilometer gaan we hier 60 rijden. Maar dat denk ik niet en dat die auto achter jou. Ik krijg geld terug, leuk. Ja, nou, als dat zo zou wezen. 85 R en N4, toch? En R en H. Ja. Sorry, maar mijn spiegel die trilt nog wel eens. Ja, en dan zie ik niet. Romeo November Hotel. En dan zie ik niet, ja. Zie je niet? Nee, dan zie ik niet. Ja, maar dan moet je een boerenmelk halen, ja. Ja, dan moet je een boerenmelk halen, ja. Ik had laten paarden toch? Ik had zin pers eer. Ja. Maar die gaf geen melk, dat is wel jammer. Ah, dat is jammer, joh. Ja, dus daar paard samen gekocht, maar ja, die... Ja, en hoe smaken die schapen dan? Die smaken niet lekker. Niet? Veel haar aan. Die smaken met die haren tussen dan. Ik kreeg handtanden haren, harptanden. Dat is lekker op mijn eentje. Waar is Prince Bernard dan? Prince Bernard, denk ik. En de panda's? De panda's zitten ook in. Niet? Nee, die zijn er niet. Nee, die van de woord panda's. Ja, en met die panda's, die zijn toch lekker? En met die pindasaus. Met de pandasaus? Ja, met de pandasaus. Pindasaus.
Zeeuwen en uit Den Helder. En ja, daar kom ik ook. En uit Haren. Haren? Ik zit daar ook, hè? Ja. Maar als je nou harder gooit dan je haar, dan krijg je dat kaal hoofd, hoor. Ja. Ja. En een broodje bakpauw, een broodje van het feest. Ken je niet? Nee, wil... En wil je een broodje dan? Ja, een broodje. Wat zei je nou? Ik hoor je niet. Ik hoor. Hé. Hey. Huh? En dan komen we nu al met 3 kilometer. We zitten nu op de N9 nog steeds. 96.7. 96.8 hebben we hier. In 3, 2, 1. Hebben we hier ook nog een... Juist, dus let daar even op. Kijk, ik heb hier lekker 80 uit. Ja, helemaal 80 uit. Toch nog niet? Toch nog niet, schat? Dat mag niet. Dat mag wel. Maar het is niet aan te raden. Hier, pas het maximaal 50. Heel erg aan te bevelen. Nee. Waarom is die mag blauwe? Je 12 rijden? Nee, het is 12 ton. Kan niet aan. Ja, en daar stond je auto rood. Ja.
adviseert het systeem. Die zegt van, dat is een verdachte. Dan gaat het naar iemand die gaat er even naar kijken. Ja. Want als je geflitst wordt, je hebt niks vast, dan gaat het meteen weg. Ja. Het systeem, als het dus vanaf is, iemand heeft iets vast, ja, weet niet wat het is. Dus het systeem van, nou, mogelijk een telefoon. Ja. Gaat naar een persoon, die gaat naar kijken. Zegt, ja, een telefoon. Ja. Nou, dan kun je zeggen, nee, het is geen telefoon, het is een hoedje. Ja. Ja, dat is ook een zakenman, een advocaat, weet ik het. Ja. Die had een zwarte agenda en een witte telefoon. De witte telefoon lag naast hem. Ja. Had een agenda in zijn handen, zwart. Nou, ook duidelijk zwart in beeld. Jij hebt je telefoon vast. Nee, die ligt ernaast, het is mijn agenda. Ja. Nou, ik heb daar gevochten, heeft gelijk gekregen. Oké. Okay. Ja, de telefoon kun je duidelijk zien, die lag daar. Ja. Maar ook iemand dat de telefoon op zijn schoot ligt, zijn handen aan het stuur. Ja, je bent niet handsfree. Ik heb de telefoon niet eens vast. Nou, dat is ook niet ook hard vasthouden. Oh? Ja. Oh? Ik mag het helemaal niet eens. Gewoon niet te scheren. Nou, Don en Don die heeft sinds kort een chauffeur, hè? Die voor hem rijdt. Oké. Okay. Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Maar weet je wie dat allemaal betaalt? Nee. Talpa. Ja. Gio, D, Don, die en die hebben allemaal een contract met Talpa. Oké. Okay. Gewoon in Hilversum. Weet je wel, van SBS6 en alles. Ja. Dat is allemaal van Talpa. Ja. Sorry. Ja. Hé, hey, Johnny. Nou, ik heb wel eens verteld dat ik ook een pieken van Johnny heb gekregen, indirect ook hebben. Nee. Meegedaan met de spelshow. Ja. De leukste, zoiets. Uh-huh. Dus eerst er een om even een video uit te kiezen van een leuke video. Uh-huh. Dus ik had er eentje uitgekozen, die was wel grappig. Ja. Met een man die werd aangehouden, nou heeft een blaastest. Helium in de slag gedaan, een ballon is gedaan. Dus die man ging een hele rare stem opzetten. Ja, ja, ja. Nou, die vond het grappig. En twee politieagenten. Ja. Nou, prima. Dus, ja. Ik had, prima. Ik moet eerst een introotje van jezelf maken, presentatie. Ik had een leuk pak aangetrokken, ik had netjes het achtergrondje geëdit. Ik weet niet nog wel. Ingestuurd en dat ik uitnodig voor je video's te kijken. Van dat was voor jou het leukste. Nou, die. Prima, dan mocht je opkomen. Had ik met twee dames een contest. Moet je in de cabine staan en als je verloor, krijg je 1000 liter yoghurt over je heen. Dus ik denk van oké. Okay. Dus ik had niet met net de pak aangetrokken, maar gewoon in de oude klop. Ja. En de twee dames hadden iets netjes aangetrokken. Nou, de eerste video komt, de tweede video, de derde video. Nou, jullie mag stemmen. Nou, de eerste video die het slechtste gescoord heeft. Ik hoor lawaai naast mij. Ik dus daar zit er jongens over één en twee dames heen gedaan. Gezellig. Nou, de tweede slechtste presterende video. Ik denk, oké. Weer lawaai naast mij, ietsje verder weg heeft hij. Ja. Weer een bakje om. Ik denk, wat gebeurt er nu? Oh ja, nu heb ik de winnaar. Dat was even schrikken. Ik denk, iets te doen. Nou ja, die weet je, dat doe je.
zien en helder en wat begint het te regenen. Ik kan merken aan het regen dat je het nou hoort. Echt hè? Het is daar ook gewoon helemaal heilig daar. Nee hoor. Hij bek. Nee. Hij bek. Nooit. Altijd. Ik heb zelfs geen bek. Nee, en je bemoeit. Wel een beetje als ik aan het ook een bek, maar dat is het. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, kijk het gewoon even. En laat even een leuke reactie achter. Komt helemaal goed. Ik mag ook een niet leuke reactie achterlaten, ook prima. Maar doe dan toch een duimpje op. Precies dat.